nadat we iets van 8 uur gereden hebben of zo, zijn we nu eindelijk aangekomen bij de bestemming. En zijn bij een heel groot huis. Hi! Hi! We zitten hier met z'n allen. En iedereen... En iedereen is meegereisd met ons. En we gingen ook naar een begraafplaats. Oh, dat had ik al verteld. En we gaan straks slapen tussen middels 12:30. 12 uur. We gaan nu pas avond eten. We beginnen martabak eten. Dit is martabak. Het is een soort ei. Een soort omelet. Is heel lekker. En koepoek. En... Nasi goreng. En ik kreeg net thee. En dus we hebben het heel goed hier. En we gaan dan straks lekker slapen, want ik ben echt heel erg moe. Maar we wilden nog even eten. En dat was voor nu. Met je ogen dubbel. Goedemorgen. Ik ben net wakker. Ik weet niet hoe ik eruit zie, maar ik ben wakker. En kijk, wat hier op tafel ligt. Ja, dit is koepoek, maar dat ga ik nu niet eten. Maar de andere mensen eten rijst als ontbijt, maar ik doe dat niet. Kijk, we hebben hier groen brood. Met pandan zit erin. Echt, maar het is echt heel lekker, want het smaakt heel zoet. Kijk, zo, dit merk is het. Ik weet niet of iemand het herkent. We hebben ook gewoon wit brood. Wow. Maar die heb ik eigenlijk nog niet geproefd. Maar ik vind het wel leuker om die groene te eten, omdat ik dat thuis niet eten. En ik eet het met jam. En ik heb net al een broodje op. Ho, zitten. Hé, hey, er komen vliegjes op. Maar het is echt heel erg lekker. En juffrouw eet ook groen brood. Ja, is met honing ook lekker? Nou, ik heb nog niet geprobeerd. En iedereen zit te kijken hoe ik aan het vloggen ben. Ja. Hallo! Maar nu ga ik nu lekker eten. En dan gaan we zo douchen. En dan weer aankleden. En dan gaan we weer naar een begraafplaats. Ja. En dan weet ik nog niet wat we gaan. Vulkaan. Dan gaan we waarschijnlijk naar een vulkaan. Dus als die niet uitbarst, zien jullie dat ook. Kijk hoe schattig. Die kindjes hebben allemaal mooie bloemetjes in mijn haar gedaan. En het past heel erg bij de sjaal. Kijk. Ik weet niet of je het ziet. Ik vind het wel leuk. Ze hebben vet mooie bloemen. Was schat, ik ben alleen wel bang dat er straks allemaal insecten op me afkomen. Maar dat hoop ik niet. Heel veel mieren daar om het toe. Ja, echt heel veel mieren. Er is daar echt één mierennest. En een soort van beestje. Ik ging er net staan en toen kwamen er allemaal mieren omhoog. Op mijn voeten. Oh, hier. Kijk maar. Ik weet niet of ze het zien. Erbij. Ik ben bang dat er dan mieren op me lopen. Nee, ik heb hem al. Kijk, want het zijn allemaal mieren. En het is hier echt mooi. Kijk. Dit is een soort van zwembad of zo. Ja, even meer een vijver. Meer een vijver. Ik ook. Jimena. Jimena? Ja, waar die heen gaat. Oh. Kijk. Het is hier best wel luxe, zeker voor Indonesische begrippen. Oh, die kindjes zijn zo leuk. Je moet zelf nog niet denken aan kinderen hoor, maar ik vind ze wel erg leuk en lief hier. Maar wel een beetje druk, maar wel echt super lief. En ik vind het schattig dat ze allemaal dingetjes proberen te leren en zo. En dat ze bloemetjes voor me plukken. Dat is gewoon schattig. En ze zijn ook heel leuk op de camera. Maar hi! Totaal niet cameraschuw. Veel beter dan de kinderen in Nederland. Ah, hallo! En dan gaan we straks weer in de auto zitten en dan gaan we dus naar de vulkaan. Petjoebap, zeg maar doei! Doei! Petjoebap! Oh my god, huge spin hier. Oh my god, ik weet niet of je het ziet. Ik weet niet of je het ziet.
koop ze konijntjes. Konijntjes. Echt een slechte camera, maar het zijn konijntjes. Er zit er ook één op de grond. Het is toch gevaarlijk langs de weg. En hier verkopen ze fruit, watermeloenen. Watermelon. I am drinking watermelon. En dit is een theeplantage. Ze zijn echt huge, maar je ziet ze niet op de camera. Bijna niet. Jammer. Ik laat wel een foto op Instagram. En het is wel die lijkt. Hoi allemaal, ik heb nu een heel, heel hoog uitzicht, want ik zit op Jeffrey's rug. Hoi. Kijk, we hebben helemaal vanaf dat huisje erachter. Kijk, Jeffrey heeft me helemaal vanaf dat groene huisje, ik weet niet of je het kan zien, heeft hij me hierheen gedragen de berg op, omdat ik een beetje moe was. Vet lief. Baby. Jeffrey is een superheld. En kijk hoe mooi het hier is. Je ziet hier alles. Daar achter de bergen en telefoon. Je kan vooral, als je door die bergdingen kijkt. Oeh, grote mier. Ik weet niet of je hem ziet. Supermieren en hele kleine. Kijk hoe ver je kan kijken. Oh, je ziet het niet door het licht. Ze staan echt bovenop de berg. Oh ja, ik moet even uitkijken dat er niet straks een slang is die me pakt. Ik heb nog geen enkele slang hier gezien, maar ik zoek het liever niet op. En nu zijn we bij de begraafplaats, dus nu gaan we weer een ceremonie doen en ga ik niet filmen. Maar, en dan zie ik jullie zo wel weer. Maar ik wil dit in ieder geval even laten zien. En Jeffrey is lief. I love you. I love you too. Hoi, ik heb net weer geslapen, dus ik weet niet hoe mijn haar zit. Maar ik slaap heel veel. Ik heb nog steeds best wel last van een jetlag. Ik moet er echt aan wennen dat het... Ik ben gewoon heel erg moe van alles en alle indrukken en zo. Maar ik zal jullie even laten zien waar ik ben. Ik ben aan de top van een vulkaan. Dit is zeg maar de hele krater. En dit is de binnenkant. En het ruikt hier heel erg naar zwavel, naar rotte eieren. En daar heb je rook. Waarom is daar eigenlijk rook dan? Omdat het zo heet van binnen is. Het is beneden. En dan komt dan zwavel en zo komt dan uit de opening daar. Dus deze vulkaan die slaapt, zeg maar. Ja. Dus hij... hij gaat niet uitbarsten. Laten we dat hopen. Hij kan dus wel uitbarsten, maar hij slaapt nu. Dus als het goed is, gebeurt het nu niet. Ja, meestal krijg je allemaal voortekenen voordat het gebeurt. Ja, meestal gaat eerst de grond trillen en zo en allemaal dingen. En je ziet hier ook allemaal huisjes langs. Ik weet niet of je het echt ziet, maar er zijn hier allemaal huisjes langs de vulkaan. Omdat de grond eromheen is heel erg vruchtbaar. Want de as, zeg maar het verbranden, dus de as, die schijnt heel erg vruchtbaar te zijn. Heel erg vruchtbaar. Wat? Knip dat maar. Oké, dat kwam uit het niets. Ik heb eigenlijk bijna behoefte om een steentje naar beneden te gooien, maar het schijnt niet zo handig te zijn als je dat doet. Ja. Gaan we nu alweer? Ja, we gaan weer lopen. Oh, we gaan lopen? Ja, naar boven lopen. Zo. Nou, dat gaan we doen. Ik dacht eerst dat de vulkaan helemaal verderop was. Waarom is er zoveel mist dan? Ja, dat omdat de wolken hier blijven hangen in de bergen. Zo. Ik heb een persoonlijke knappe reisgids. Ben je ook een beetje moe? Ik ben ook een beetje moe. Liefie. Maar we gaan nog verder omhoog. En paardjes zijn daar. Ja. Politiepaardjes. Het is allemaal rook hier. Rook en wolken. Mist. Mist. En hier kun je naar boven klimmen. Ja. Ik ben een beetje moe, maar kijk wel hoe ver we komen. Maar dat was de vulkaan en dan film ik zo weer. Verder gaan we nog wel wat foto's maken. Zie je vast wel weer op Instagram zien. En Erik gaat de foto van mij maken. Hoi. Nou, we zijn dus heel lang bij de vulkaan geweest en nu ineens is er gewoon overal mist. Wie dit ziet, is echt ziek. Kijk dan, overal waar je kijkt, het is gewoon
van het wit. In de camera zie je het nog een beetje, maar als je gewoon In de camera zie je ook wel dat het heel wit is hoor. Maar het is echt, je ziet echt niks. Gewoon de, echt de auto zie je nog je net ziet echt ons. 10 meter voor je en dan is het klaar. Echt sick. Het begint echt hier een soort jungle idee. Waar we langs rijden. We rijden nu in de bergen. En we zijn maar weer gegaan. Nou, maar ik ben ook wel heel erg moe eigenlijk. En we gaan straks eindelijk wat eten. Het is nu iets van 4 uur of zo. En we hebben alleen ontbeten. Dus ik ben heel benieuwd wat we gaan eten. Als het rijst is, dan wil ik het eigenlijk niet. Ik heb zoveel rijst gegeten. Echt. Terwijl eigenlijk overdrijf ik misschien een beetje. Want het zijn maar 2 dagen geweest of zo dat ik rijst gegeten heb. Maar ik weet niet. Ik kan gewoon niet als ik iets de hele tijd hetzelfde achter elkaar eet. Dan hoef ik het gewoon niet meer. Zelfs met McDonald's heb ik dat. Dus dat zegt wat. Kijk, we eten nu echt Indonesisch. Want we zitten aan zo'n tafel. Ik zit hier op mijn knieën. En hier zit iedereen omheen. Hallo! En ik heb thee gekregen. En ik heb ze thee besteld met brood. Dus ik wil geen rijst meer. En Jeffrey zit aan de andere tafel. We hebben geen ruzie. Maar de kindjes vroegen of ik erbij wilde zitten. En Jeffrey wil liever aan de tafel zitten. Dus ik dacht, oké, gaan we hier zitten. Hè? Huh? Dat we geen ruzie hebben, maar dat ik aan de andere tafel zat omdat ik kindjes. Dus ik dacht, ik ga gewoon aan. En Jeffrey kan niet zo goed op zijn hurken zitten. Niet heel goed. Zij kan het op zich wel, maar ik kan best wel makkelijk. Oh, sure. Maar ik heb nu een beetje pijn aan mijn voet, zag ik de hele tijd gelopen. Dus dan ga ik gewoon aan een normale tafel zitten. Oké. Dan zal ik straks wel laten zien wat we te eten krijgen. En zeg maar dag, Jeffrey! Doei!